De nachtzoen. Mens, wat ben je een wonder. Deze inspirator kan het blijven zeggen, tegen zichzelf en tegen een ander. Zit u er klaar voor? Een nachtzoen van Joris Vinken. Weet je nog hoe jij als kind naar bed ging? Als kind naar bed ging? Ja. Heerlijk in de matras wegzakken en de dekens over me heen. En voelen hoe ik als het ware verdween in het niks. Verdween? Ja. Had je dat als kind al door? Nou, niet door. Zo voelde dat voor mij. Zo alsof je, gedragen wordt en oplost in het niks. Wat een heerlijke ervaring. Ja. En wat was je voor kind? Was je een dromerig kind? Ik denk het wel, ja. Ja. Ik schreef toen al gedichtjes en liedjes. En dus in die zin ben ik niet zoveel veranderd. En waar gingen die liedjes over? Als kind over mijn konijn die stierf. En veel instrumentale dingetjes. Dus er zaten nu niet altijd teksten bij. Maar sommige teksten ook wel over waarom ben ik hier? En wie ben ik? En wat is het leven? En zijn dat dan teksten die je nu ook nog bezighouden? In zekere zin. In zekere zin. En de verandering is vooral dat ik het leven vier. Dat ik me niet meer zoveel afvraag waarom ben ik hier, maar hoe magisch is het dat we hier zijn. En dat ik mens ben en dat ik adem en dat ik lach en dat ik het niet weet. En dat ik huil en twijfel en verliefd kan worden. En soms heel goed slaap, soms niet zo goed slaap. Waar zit het verschil dan in? Dus je zegt, ik vraag niet meer waarom ben ik hier, maar je bent hier. En wat je net allemaal opnoemde, ik vier het leven. Waar zit het verschil in? Het verschil zit erin dat ik ontdekt heb hoe magisch dit moment is. Waar ik vroeger meer op zoek was naar een beter morgen. Een morgen waarin ik een betere versie van mezelf was. Of waarin iets bijzonders zou gaan gebeuren. En nu geniet ik veel meer van hoe bijzonder dit moment is. Ons gesprek nu. Of de trein die net voor mijn neus wegrijdt. Of... Dat is toch juist stom? Ja, misschien wel. En misschien zit in die volgende trein wel iemand die mijn leven verandert. Dat weet ik niet. Ik merk dat als ik naar mezelf vroeger kijk en steeds mindere mate, en maar ook heel veel bij mensen omheen, dat we zoveel bezig zijn met dat willen wat ik persoonlijk heb. Ik wil. Mijn wil die ik op wil leggen aan mezelf en mijn omgeving en het leven om me heen. In plaats van te vertrouwen dat het leven mij draagt. En dat, is dat zo? Het leven. Ja, het leven komt soms met oplossingen die ik in mijn stoutste dromen niet had kunnen bedenken. Noem eens wat. Nou, als ik kijk naar bijna alles wat in mijn leven, wat ik nu nog herinner, de mooie vriendschappen of heel veel bijzondere momenten zijn allemaal toevallige momenten. Zijn niet gepland door mij. Het is niet dat ik bedacht, ik wil nu die persoon gaan tegenkomen of ik wil een vriend gaan tegenkomen die er zus of zo uitziet. Nee, door hele via kom je iemand tegen. En dat blijken de bijzondere ontmoetingen te zijn. Ik moet denken aan een tekst van de Perzische Soefi Rumi. Die zei dat de meest belangrijke dingen in je leven, die onderga je, zoals geboren worden. Ja. Maar het is een beetje in die lijn, toch? Ja. Ja, Rumi schrijft prachtige gedichten. En is dat net als wat je dus als kind omschreef, dat je in dat bed ging liggen en dat je verdween? Dat is ook een soort ondergaan ervaring. Ja. En daardoor hoef ik niet meer zoveel bezig te zijn met wat wil ik nou en wat wil ik bereiken en waar wil ik naartoe. Maar kan ik veel meer genieten van iedereen die ik tegenkom. En vanavond leg je ons met een gedachte op bed. Ik denk dat we ergens zijn vergeten, jij en ik en de kijker thuis, hoe bijzonder we zijn. Hoe magisch het is dat we geboren zijn. Dat we ademen, dat we leven, dat we het soms niet weten. Dat we soms geen oplossing weten. Dat we soms twijfelen. Of lachen. Of bijzondere vriendschappen hebben. Maar ook weer vriendschappen verliezen. En het is zo magisch wie wij zijn als mensen. Dat we kunnen twijfelen. Dat we het niet kunnen weten. Niemand kan zo goed twijfelen als mij.
Niemand kan zo'n tranen huilen als mij. En als ik daar niet meer bang voor ben, maar dat omarm, dan val ik vanzelf in slaap. Want dan heb ik geen zorgen meer voor die ik morgen moet gaan oplossen. Maar dan is er alleen dit moment en het bed waarin ik lig en de deken over me heen en het kussen dat me draagt.